ijskoude scholieren lopen. Joop Derks, jurylid LVK. Het is vandaag 28 januari. Dit is het PMA-journaal. Els Basten uit Venray is gekozen tot medium van het jaar 2012. Tijdens de uitreiking van de Paravisie Awards in Rijswijk kreeg zij de trofee overhandigd. Els Basten is spiritueel coach van mens en dier. Tot 1 januari kon op haar gestemd worden via een website. Naast medium van het jaar werd ook de prijs van inspirator en boek van het jaar uitgereikt. Els Basten is vereerd met de toekenning van de award. 160 individuele scholieren en 11 estafetteploegen deden zaterdag mee aan de PLMA-TV scholieren lopen. Zij trotseerden allemaal de ijzige kou in het vlakwaterbos. De weersomstandigheden zaten de afgelopen week niet mee voor de organisatie. Toch keek ATV tevreden terug op het verloop van de wedstrijden. Het is organisatorisch is het goed verlopen. De parcoursen lagen er heel goed bij. Eigenlijk nog beter dan dat we verwacht hadden. We hadden natuurlijk wel hele inspanning geleverd om het parcours sneeuwvrij te krijgen. Maar in de afgelopen dagen is dat de ondergrond mooi op kunnen drogen. Dus de scholieren hebben op een prima ondergrond kunnen lopen vandaag. De ondergrond was goed, maar het weer had er waarschijnlijk wel voor gezorgd dat er minder deelnemers dan vorig jaar waren. We hadden ruim 160 individuele lopers vandaag in de scholierenloop. Nou, dat zijn er toch een 60 tot 80 minder dan dat we vorig jaar hadden gehad. Ja, en waar dat nu aan ligt, wij denken dat het toch de weersomstandigheden de afgelopen 14 dagen, dat die toch wel een hele belangrijke rol hebben gespeeld. Want je moet je dan aanmelden. In wintersomstandigheden is toch altijd voor kinderen toch wat lastiger, kennelijk. Alle scholieren waren enthousiast en renden fanatiek mee in de wedstrijden. Sommige leerlingen doen al aan atletiek, zij zijn goed getraind. Zo ook Demi Boon. Zij rende zichzelf naar een eerste plaats bij de meisjes uit groep 7 en 8. Demi, proficiat, hoe ging het? Ja, het ging wel goed. Het was een beetje vermoeid, maar verder ging het wel. Was het koud? Ja, dat wel, ja. Had je een goede tijd gelopen of weet je niet? Ik denk van wel. Doe jij een atletiek? Ja. Maar niet alle kinderen deden al voor deze wedstrijd veel aan hardlopen. Er waren ook genoeg leerlingen die voor het eerst meededen aan een hardloopwedstrijd. En hoe ging het? Goed, wel moeilijk. Ja, was het zwaar? Ja, dat wel. Hoeveel meter hebben jullie gerend? 350, maar dan 3 rondjes. 3 keer 350 meter? Dat is veel. Ja, dat is wel. Op zondag vond in de bossen de 37e vlakwatercross plaats. Jeroen van Eyre van de atletiekvereniging Sifla uit Nijmegen won de cross over 8100 meter met een tijd van 26 minuten en 21 seconden. Bij de dames won Daphne Lena uit Groesbeek voor Judith Petrik uit Venray. De korte cross kwam op naam van Gijs Jacobs van Hak Helmond. Bij de dames ging de zegen naar Linda Korten van AV Weert. In de korfbalovergangsklasse A kan Oranje-Wit de titel nauwelijks nog ontgaan. De Leunse ploeg won zondag de thuiswedstrijd tegen Emos overtuigend met 14-5. Met nog 4 duels te gaan hebben zij een voorsprong van 6 punten op naaste concurrent SVOC 01. In Sportal de Wetteling konden de gasten Oranje-Wit alleen in de beginfase bijbenen 2-1. Nog voor de pauze liep de thuisploeg echt uit naar 5-2. In de tweede helft maakte Oranje-Wit er een galavoorstelling van en met prachtige doelpunten van onder andere Aniek Drabbels en Caroline Michels, die beide 3 keer scoorden, werd Emos op een royale nederlaag getrakteerd. Bij puntverlies van SVOC 01 kan Oranje-Wit volgende week al de titel pakken in de uitwedstrijd tegen nummer laatst Corlo. Joop Derks uit Venray is aanstaande vrijdag jurylid bij de finale van het LVK. Derks moet de 19 liedjes die meedoen aan de finale beoordelen. Joop, dirigent van MMSK Sint-Petersbande, werd een tijdje geleden gevraagd om deel te nemen aan de muzikantenjury. Een paar weken geleden werd ik op een vrijdagavond gebeld of ik eventueel interesse had om in de juryzitting te nemen. En mijn eerste reactie was natuurlijk, ja, hartstikke leuk, wil ik graag doen. En vervolgens werd er gevraagd wat ik zo allemaal deed en wat mijn affiniteit met de muziek was.
En de laatste zin was, u hoort nog van ons. En ik dacht, misschien hoor ik wat en misschien hoor ik ook niks meer. Maar een uur later ging de telefoon en was de vraag dus of ik in de jury wil plaatsnemen. Waar ga jij op letten qua nummers? Waar ga ik op letten? Ja, dat is moeilijk. Van de ene kant is het natuurlijk een gevoel, maar je gaat natuurlijk wel letten op wat ik belangrijk vind, is originaliteit in de muziek en in de tekst. Textueel vooral, niet te veel clichés erin, maar het moet gewoon een lekker vlot aansprekend nummer zijn. Dat is het belangrijkste. Dit jaar doen er twee liedjes uit Venray mee. Een bijzondere prestatie van de Stappers en het duo Bjorn en Mieke. Dat de Venrayse liedjes meedoen, is voor het jurylid uit hetzelfde dorp toch wel een beetje lastig. Ja, je bent natuurlijk al een beetje bevooroordeeld, want je hebt die nummers natuurlijk al heel vaak gehoord. Ik kent de mensen ook nog persoonlijk, dus het mag eigenlijk natuurlijk niks uitmaken. Maar een beetje bevooroordeeld misschien wel. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is het eerstvolgende journaal. Zometeen nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De koude temperaturen lijken voorbij. Aankomende nacht is het ongeveer 7 graden. Morgen overdag loopt de temperatuur verder op tot ruim 11 graden in de loop van de middag en avond. Het blijft de hele dag bewolkt en er zijn langdurige perioden met regen of motregen. Fijne avond nog.